grootstad. Londen is een grootstad. Ja. En ook als eend moet je zorgen dat je er bovenuit komt. Dus die eenden die hebben geleerd. Londen onderzocht ook, hè? Die eenden. Hebben ze ook echt onderzocht. Maar wat Bastiaan zei was dus echt gelul. Dat is een gelul. Nee. Goed gegokt is ook goed, toch? Is dat niet ja, zo? Had je dat niet gekregen? Ja, zeker. Nee. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Wanneer vragen gehuwden het vaakst een scheiding aan? Is dat na de kerst, na het carnaval, na hun verjaardag, na de zomer? Ik denk... Het is na de zomer. Na de zomer? Ja. Dat is niet het juiste antwoord. Ik denk na de kerst. Is het zeker? En na de kerst is het goede antwoord, ja. Dit is onderzocht door een vereniging van advocaten. Ja. En het blijkt dat na de kerst... Ja. De meeste scheidingen worden aangevraagd dat mensen toch ineens 2 weken bij elkaar zitten. Heel cliché, ruzie maken over waar ze heen moeten. En dat toch de reden is om te echt zijn. Overigens in Brabant en Limburg is het na het carnaval. Echt? Daar wordt het meest vreemd gegaan. En, maar met de kerst zit het is echt, echt vrede op aarde, maar eerst van het rotwijf af. Zo zit je echt... Maar verkering gaat... Vroeger vaak, op de middelbare school en zo, gingen vaak verkeringen in de klas uit vlak voor kerst. Dat iedereen dacht, nee, ik ga toch niet bij zijn ouders zitten met kerst. Toch? Oh. Heb ik dat alleen meegemaakt? Nee, ik heb heel vaak meegemaakt dat ze het uitmaakt hier. Voor de kerst, ja. Ik vraag mij een scheiding meestal na de zomer aan. Ik weet niet. Maar het wordt gewoon uitgezonden. Het wordt niet gehonoreerd. Welke van de volgende spionagetechnieken is in gebruik? Is dat A, haaien met een afstandsbediening? B, kakkelakken met een camera op hun rug? Of C, panda's die onopvallend laag gaan staan? Ik denk B. B. Ja, B. Ja. Ja. Er is wel een kleine camera overigens, hoor, met die kakkelakken. Ik doe gewoon even A voor het muntje. Niet echt zo'n hele... Een hele grote kakkelakken ook nog zijn natuurlijk. A en B zijn allebei goed. Ja. Nou, ze zijn niet allebei goed, want ze zijn niet echt in gebruik. Maar ze zijn in Amerika, de CIA werkt aan haaien met een afstandsbediening. Dus die bouwen ze elektrodes in hun hersenen, zodat ze die zo op afstand zo... een haven in kunnen laten zwemmen en dan informatie kunnen laten verzamelen. Mm-hmm. En in Japan werken ze aan kakkerlakken met een camera op hun rug. Dan nemen ze kakkerlakken en halen ze vleugels vanaf en ze breken die antenne eraf die erop zit. En dan doen ze het echt een cameraatje. En het helemaal niet op als dit door je huis komt. Nee. Ik word helemaal niet afgeluisterd, jongens. Dat is gewoon, Nou ja, dit zit onder de koelkast, hè, moet je dan denken. Oh, ja. De toepassing is onder andere, als er iets ingestort is, dat ze in het puin kunnen met die camera's, kunnen ze zoeken. Oké. Volgende vraag. Wat is het gevaarlijkst met een bellen... Sorry. Volgende vraag. Wat is het gevaar... Volgende vraag. Joep doet de volgende vraag. Ja. Dus mobiel bellen, waar is het gevaarlijker? In bad, bij onweer of bij een tankstation? Nou, je mag bij een tankstation nooit bellen. Nee. Ja. Dat hebben ze me een keer uitgelegd. Bellen, maar wat is gevaarlijker? Staat er nergens op. Een bad is staat er nergens op? Dat dat heeft echt... Een vriend van mij wordt regelmatig door zijn broer, de piloot, gebeld vanuit de cockpit. Met de gsm. Oh? Ja, dat is ook onzin. Dat heb ik al gezegd. In ziekenhuis is ook onzin. Maar ook bellen in het ziekenhuis. Maakt helemaal niet uit. Maar je mag bij een tankstation mag je niet bellen. Nee, mag niet meer. Waarschijnlijk want de vraag is of het gevaarlijk mag is. Mag al heel lang niet. Het heeft nooit gemogen. Ja, ik wil nu het antwoord weten. Nee. Het antwoord is... Mag jij vertellen? Ja, nou weet hij nou meer, want hij zat... Ja, nee, het antwoord is bij onweer. Bij een tankstation bellen maakt helemaal geen flikker uit. Zie je. Weet je, ze zeggen dat het kan vonken, maar dat is helemaal niet zo. In bad maakt ook helemaal niks. Waarom zou je niet mogen bellen in bad? Ja. Ja, nou ja. Claudia. Kan je niet een elektrisch schokje krijgen als niet water valt? Je kan een elektrisch schokje krijgen, even naar, maar verder is maar het... Maar niet dat je... Niet wat je met... Zelfs, dat is ook wel fijn. Want van de föhn in bad, dat is echt... Ja, föhn, maar föhn zit met de stekker in op 220 volt. Terwijl het mobiele telefoon is, Bastiaan, hoeveel volt? Maar geen idee. Wel een stiller van 4 watt, dat weet ik dan weer wel. Hier. Maar bij bliksem is het wel gevaarlijk. Want als de bliksem in je slaat, je huid heeft een bepaalde taaiheid. En dat heet external flashover. Dat de bliksem via je huid de grond ingaat. Je voelt je wel beroerd, maar door de taaiheid van je huid gaat die via de grond. Met een mobiele telefoon tegen je oor heft dat op. Dus de bliksem slaat het via de mobiele telefoon door je lichaam. Dus door je kop. En dat is... Ja. En dat moet je niet hebben? Nee. Nee. En het spelen van koperinstrumenten heeft dat... Ja. Nou, wij dachten, we gaan zoiets, het niet eens over gaan het niet over hebben. Maar, gelukkig hebben we Bastiaan uitgenodigd. Dat, maar dat is wel dus dat ze zegt, dat heeft wel dat effect. Dus mocht het gaan omweren, dan moet je niet snel naar buiten rennen met je telefoon. Stoppen met toeteren. Okay. Maar nog heel veel praktisch, gewoon voor mezelf of voor thuis. Ik lig namelijk heel vaak in bad te bellen. Ja.
Ook wel eens dat je met de lader aan de telefoon aan je oor zit. Ja, maar die zit weer in het stopcontact. Dat is heel gevaarlijk. Dat moet ik dus niet doen. Dan heb jij je laatste showboot wel gedraaid. Oké. Blij dat ik dat even kan checken. En een transformator tussen. Ja, maar wel een transformator tussen. Voor hoeveel wat? Met een weerstandje, jongens. Met een weerstandje. Ja. Slaan jouw kinderen jou nooit? Jezus. Jezus. Ja. Had jij nog iets over? Ja, ik heb nog een vraag. En dan wil ik wel graag dat jullie gewoon op het belletje slaan. Ja. Maar deze is toch voor Bastiaan. Okay. Wat voor kleur heeft de black box in een vliegtuig? Geel. Oranje. Ja. Yeah. Oranje. Daar zit je dan naast. Helemaal. We worden helemaal doodziek van die man. Wat voor kleur heeft dat de black box in iedereen. Oranje? Waarom is dan de zwarte doos oranje? Waarom noemen ze niet oranje doos? Waarom noemen ze niet? Heel eenvoudig. Oh, wie weet waar de oranje doos is? Oh, die zwarte. Ja, daar ligt hij. Hij is oranje. Ja. Nee, maar daar, ik heb geen idee. Ik weet dat hij oranje is omdat je hem dan makkelijker terugvindt. Ja, ja, dus noem hem dan. Als je een zwarte doos aan het zoeken bent, dan vind je hem toch nooit. Ja. Maar vandaar dat ze hem nooit vinden. Ja, ik zag wel een oranje ding, maar ja. Ze vinden hem nooit. Ja. Nee, we zoeken nog naar de zwarte doos. Ja, vind ik gek. Ja. Daar zag ik Elvis net mee weglopen. Ja, ik wist dat bijvoorbeeld niet. En ik dacht, dan zeg je van ja, we zijn nog naar de zwarte doos aan het zoeken. Ja, en dan denk ik, ja, maar geef dat ding dan een kleurtje. Maar het is dus gewoon oranje. Ja. En nou zijn wij gek, zeker. Ja. Heeft hij ook een zender? Hoeveel wat heeft hij? Zwarte black box is in het Engels ook iets waar van alles uit kan komen. Doos van Pandora. De black box is de doos van Pandora. Ja, ja. Ja, dus, zelfs, dus het is niet genoemd naar de cockpit voice recorder achter in het vliegtuig. Cockpit voice recorder? Maar... Ja, ik dacht, die gooi ik er nog even tussen. Ja, heel goed. Ja. Oh, ja. Dat heb ik helemaal zelf verzonnen. Dat is met Scrabble 85 punten, dames en heren. Ja, maar in het Engels zijn drie woorden, dus dat gaat niet door. Maar het is wel interessant wat jij zegt, daarom is het black box. Want je hebt namelijk situatie voor het ongeluk. Vliegtuig in de lucht. Vervolgens heb je vliegtuig op de... Dan heb je een vliegtuig op de grond. En wat daartussen zit, weet je niet. En dat noemen we Engels een black box. Ja. Ja. Daarom heet het Nee, maar snap je het nou ook? Want anders... jij stelt de vraag. Ja, wij kunnen het allemaal voor je oplossen. Als jullie naar huis willen, moet je gewoon... zit hier al drinkt hier over de black box te praten. Ja. Mocht je nou thuis zitten en denken van... goh, het lijkt mij ontzettend leuk om ook over dat soort hilarische dingen allemaal mee te praten. Ja. Surf dan gewoon eens naar onze website. www.onderdetrem.nl. Er staan allemaal spectaculaire polls op waar je zelf aan mee kan doen. En die gaan wij dan ook in ons programma behandelen als je goede antwoorden geeft. Als je foute antwoorden geeft. We hebben de quiz gehad. En jij hebt er? Oh. Jij hebt zeker weer gewonnen. 4. En jij, Diederik? Ik heb 1 muntje. Schamele 1. Ja, en was 4. Ja. Ja, dan hebben we voor de winnaars hebben we dan een cadeau. Leuk. En we hebben voor jou hebben wij de originele dysenterie bacterie. Ah. Daar kreeg je diarree van. Die had ik nog niet. Van deze. Ja. Het is de knuffeluitvoering. Leuk. Het is een hele sterke pathogeen, zoals het heet. Als je er maar 10 van in je darmen hebt, dan ben je echt dan ben je down and out. Oké. Okay. Die is voor jou. Er zitten overigens geen batterijen in. Nee, ja. Nee, maar ik kan wel zeggen. Heel goed. Ja. We hebben voor Bastiaan ook een hele toepasselijke. Namelijk, die heet The Black Death. Hij is eigenlijk oranje. Hij is eigenlijk oranje. Dit is namelijk de pest. Ja. De pestbacterie. En je ziet, hij heeft 2 oogjes. Een ontzettend vriendelijk. Hier heb je er maar 1 voor nodig en je gaat kastje leiden. Ja. En wat krijg ik? Ja, je hebt het 1 muntje. Volgende week weer een kans, Diederik. Okay, volgende week zijn wij terug. Dan is Diederik er ook weer. En dan hebben wij Yvonne Jaspers en Peter Heerschop. En we bedanken onze gasten van vanavond. Claudia de Breij, Bastiaan Geleijs en Diederik van Vleuten. Joep van Keulen, kom! Rob Berger.